Nou, ik vond de avond vrij goed lopen. Het is goed begonnen. We zijn toch nog steeds met de Bonaireaanse tijd bezig. Dus het was niet op tijd. Maar het is goed verlopen. Het is een goede documentaire geworden. En daarbij wil ik zeggen dat het niet specifiek om AFBW ging, maar ook gewoon over dit vakbond hier op Bonaire. Jij bent toch redelijk jong. Ben je vandaag slimmer met wat betreft, laten we zeggen, vakbonden op Bonaire? Ja, zeker, zeker. Ik heb heel wat geleerd met deze documentaire. Vooral de geschiedenis erachter. Dat krijg je niet hier bij de KSyndicaal. Dus ik ben zeer blij dat de documentaire mij hiermee heeft geholpen. Shahira, de verschil tussen tu en nu met wat betreft de vakbonden? Je groeit met de tijden. Dus er hoort een verschil te zijn. Vroeger was het toch een manier van bijvoorbeeld staken of hoe je je mening naar voren bracht. En nu doe je dat toch op een andere manier. Dus je doet wel die staken, maar dat laat je dan eigenlijk als laatst. Je hebt dan liefst laten we zitten praten, onderhandelen, kijken van wat kunnen we met elkaar bespreken. En mocht dat dan niet lukken, dan pas ga je dan tot het ergste geval ga je dan over naar staken. Dus ik vind dat toch met onze dynamische team, wij passen ons aan de tijden, aan het cultuur ook een beetje. En in de gaten houden toch, je hebt die geschiedenis erbij. Je weet waarvoor je het doet. Je hebt een doel. En dat is gewoon de belangen behartigen van de mensen. Je doet het voor de mensen. Dus mensen vragen van, nou waarom, weet je, waarom dit? Het is gewoon, je hebt die drive. Je hebt die drive, weet je, to help. My name is as they say. Je hebt het net gezegd, de geschiedenis. Vandaag is een heel belangrijke dag, vooral voor degene op Curaçao, 30 mei. Waarom hebben jullie gekozen om vandaag die documentaire te draaien? Het is een beetje stilstaan sowieso aan die geschiedenis van 30 mei voor heel veel mensen. Het is een tijd heel veel voor mijn tijd, dus ik was ook even aan het vragen, wanneer was dat gebeurd? Hoef, ik was niet eens geboren. Maar het geeft jou achtergrond, het geeft jou dan eigenlijk meer diepte, meer inzicht van ze waren niet blij. En hun manier om dit te bewijzen was wel heel drastisch. En dan weet je van oké, soms moet je dat doen om toch je standpunt naar voren te brengen. En we vonden het toch heel gepast dan die dag om dan toch ook het 55-jarige bestaan dus van de vakbondenvereniging. Een beetje historie en een beetje toch van laten weten van toen naar nu en eigenlijk wat eigenlijk nog meer te komen staat. Want er is heel veel werk nog in de tent. Er zit nog heel veel met mensen motiveren om voor zichzelf op te komen. Want je leert altijd van, oh ja, je weet je plichten. Dit moet je doen, dit moet je doen. Maar weet je rechten ook. En daar zitten we heel veel met educaties. Soms lezingen zijn ook dingen die we weer gaan herstarten. Want het is allemaal platgelegen door COVID. Dus we zeiden van, nee, we gaan mensen toch scholen en leren van, hey, je hebt plichten, maar je hebt ook je rechten. Dus je mag voor jezelf altijd opkomen. Mocht je daar niet voor de moed hebben of heb je een beetje die vrees. En daar zijn wij, daar komen wij dan. Weet je, je komt bij, je wordt een member van een lid van de vakbond. En sommige culturen hebben dat nog steeds van, hey, ja, je moet niks zeggen, weet je. Je bent van mij afhankelijk, zeg je iets, piep je iets, dan word je gelijk uit de deur getrapt. En nee, daar komen wij dan aanlopen van, absoluut niet. Waarom? Niet onterecht. En dat is iets echt dat we heel veel mee, heel hard meewerken nog steeds. Dat je zegt van, je geeft die informatieavonden, maar dan moet ik toch een oproep zeggen van mensen, vraag, weet je rechten, kom ons vragen, kom ons benaderen. Onze huis staat altijd open voor alle advies. En een advies is altijd gratis. En we zeggen gewoon, we doen het gewoon voor jou. Dus het is niet eens voor ons, we doen het gewoon voor jou. Zodat het gewoon beter is voor zowel jouzelf, jouw financiële uitkomst, maar ook je sociale leven. Want dat speelt allemaal een rol in dat je dan toch volledig toch goed voelt als een persoon.